Als. Welkom bij het doe-het-zelf filmpje van hoe maak ik een bitje. Ten 1, heb een bitje. Ten 2, zorg dat je tand hebt. Oké, als je die tand wil houden, dan moet je zorgen dat je je bitje goed hebt. We hebben dus een bitje. En ondertussen heb ik al water gekookt. Ik haal het bitje eruit. Doe je in een bakje. Dan pak je kookheet water. Zorg dat je over je bitje heen doet. Geven. Handig als je dat met een lepeltje doet of met een vorkje. Dan, als je dan eventjes wacht, dan wordt hij een beetje, zie je dat? Dan gaat hij een beetje vloeibaar, dan wordt hij zachtjes. Dan haal hem eruit. Zorg er een beetje dat het water eraf is, anders verbrand je je mond. Doe hem in je mond. Waar? Wat je doet is je bijt. En dan zuig je hem een beetje vacuüm. De eerste keer bij mij lukt het ook niet. Of dan is hij niet gelijk helemaal goed. Dus dan duw hem nog even erin. Ondertussen dan kan je de koude kraan laten lopen. Zodat je goed koud water hebt. Nu nogmaals, ik stop hem zo meteen in mijn mond. En dan zuig ik hem. En dan probeer ik hem ook een beetje vast te drukken. Oké, nu is het alweer genoeg. Dat is dat. Nu ga je hem onder koud water, moet je hem hier een beetje dichtknijpen. Als je hem hier een beetje dichtknijpt, dan wordt hij wat kleiner aan de bovenkant. En dan zorgt hij dat hij beter vast zit zometeen aan je tanden. Zoals je ziet, al mijn tanden heb ik nog. Alle tandjes voor me in. Gewoon met koud water. Je ziet dat het nu ook een beetje daarboven dicht vormt. En dat zorgt er zometeen voor dat als je een kiai, oftewel een schreeuw geeft, dat hij goed blijft zitten. 1, 2, 2. Ik kan springen wat ik wil, maar blijf mooi zitten. Zo maak je veel, zo doe je een beetje maken. Als.